3.500 leerlingen van de Hogeschool Rotterdam hebben vandaag en morgen vrij, omdat hun lesgebouw is gesloten. De blauwe gevelplaten zijn mogelijk brandgevaarlijk. Dat blijkt uit onderzoek dat de school zelf liet doen. Wat we gedaan hebben is, naar aanleiding van die vreselijke ramp in Londen, zijn we onze gebouwen nog eens een keer extra gaan controleren. En dat hebben we eerst zelf gedaan. En toen bleek dit gebouw, waren wat twijfels over. En toen hebben we externe deskundigen ernaar laten kijken. En die hebben ons laten weten van we kunnen hier de veiligheid niet van garanderen van deze platen. Dat betekent eigenlijk vrij vertaald, als zo'n plaat in de brand gaat, dan kan een brand zich heel snel uitbreiden. Als het vuur zich sneller ontwikkelt, als de rook zich sneller ontwikkelt dan wij in staat zijn om die mensen eruit te krijgen, dan hebben we een probleem, een heel groot probleem. De studenten kijken wel een beetje op van dit nieuws, dan zijn ze niet heel erg geschrokken. Klein beetje eigenlijk, maar niet heel erg. Ik hoop dat het gebouw snel herstelt. De kans dat de brand uitbreekt is niet groot, maar ik vind wel terecht dat er een onderzoek is uitgevoerd om na de brand in Londen, geloof ik. Ja, dus ik vind het gewoon vervelend en hopelijk gaan de lessen straks gewoon door. Ik heb wel heel vaak les daar. Af en toe moet ik ook naar de mediatheek daar. Ik heb ook vrijdag toets, dus ik weet niet of die toets ook doorgaat. De bestuursvoorzitter verwacht dat alle leerlingen vanaf maandag weer les krijgen op andere locaties. En woensdag komt een definitief rapport en wordt duidelijk of en wat er moet gebeuren. De brandweer is natuurlijk al ingelicht. Opdat zij ook iets kunnen starten om naar eventueel andere gebouwen te kijken of daar een vergelijkbaar probleem is. Want ik kan me niet voorstellen dat wij het enige pand hebben met dit type beplating. Nee, dus misschien het topje van de ijsberg. Laten we hopen van niet. Dat hoop ik niet, nee.